Eminentie, mag ik u wat vragen? Jazeker. Hoe was uw ontmoeting met een paus? Dat was een hele fijne broederlijke ontmoeting, kan ik anders zeggen. Hij heeft ons een zeerste bemoedigd. Hij begrijpt dat we kerken moeten sluiten, dat de kerk kleiner wordt in Nederland. Hij heeft ons een hart onder de riem gestoken, heeft gezegd, zorg vooral dat u de moed niet verliest. Dat u niet tot triestheid vervalt, maar blijf hopen. Hè. De hoop bedriegt nooit en zeker niet de hoop die Christus ons geeft. En verder heeft de paus ook gezegd dat hij zeer tevreden is over de wijze waarop wij het probleem van het seksueel misbruik in Nederland aanpakken. Dus ik moet zeggen, in alle opzichten, voor ons Nederlandse bisschoppen, zeer bemoedigd door wat de paus ons heeft meegegeven. Dus ik zie hier een stel blije bisschoppen vormen en een blije kardinaal. Ja, zonder meer, dat kunt u rustig stellen.